En tot slot ben ik zeer benieuwd naar de reactie op de aangehouden motie over klokkenluider Roelie Post, waarvan door veel partijen in deze Kamer gevraagd is. Ik hoop dat haar zaak opgelost wordt. En ik zie dat dit zelf tot in Roemenië aanleiding is geweest tot een behoorlijk politiek debat. Dus enige druk daar op die... eigenlijk worden kinderen gewoon verkocht aan Amerika. En dat filmpje, ik kan het u sturen. U durft er bijna niet te kijken hoe het gaat als je een kind van de pleegouders afpakt en het voor 30.000 euro aan Amerikaanse pleegouders verkoopt. Dat zijn de praktijken waar we het over hebben. Daar zit dus een klokluider voor thuis en ik wil die zaak gewoon opgelost zien. Dan had de heer Omtzigt ook een vraag over een heel ander onderwerp. Een klokkenluider met betrekking tot adoptie. Zij was op dat moment medewerker van de Europese Commissie. Het dispuut tussen de Europese Commissie en de betreffende klokkenluider is juridisch een zeer ernstige zaak. Zal ze ook ingaan op het belangrijke thema waar ze op inging, de interlandelijke adoptie en de misstanden daarbij. Maar de zaak zelf is een zaak tussen werkgever en werknemer of werkgever en voormalige werknemer, waarvoor de voormalige werknemer ook juridische mogelijkheden openstaan. Maar Nederland is niet de werkgever. De interlandelijke adoptie zelf is een onderwerp wat ook in Nederland aanleiding heeft gegeven tot zorg en zelfs een door minister Dekker aangekondigd onderzoek naar zaken die daar zijn misgegaan. Inhoudelijk ligt dat bij hem, maar beide zaken, datgene wat deze klokkenluider aan de orde heeft gesteld, maar ook wat in Nederland naar voren is gekomen, geven samen wel aan dat er op het gebied van adoptie verbeteringen nodig zijn. Misschien ook een herstel van misstanden, maar dat is aan de commissie die daar in Nederland mee bezig is. Maar daar is collega Dekker ook druk mee bezig en houdt de Kamer van op de hoogte. Dan was er tenslotte nog een vraag dan met betrekking... Dan heeft de heer Omtzigt nog een vraag over deze laatste opmerking. De heer Omtzigt. Ja, voorzitter, de klokkenluidersbrief is geschreven aan de voorzitter van de Europese Raad. En dat was in 2016 Nederland. Dus Nederland kan zich in, en dat was ook de correcte procedure, dus Nederland kan zich in deze zaak niet afzijdig houden. Dan zeg ik niet precies op welke wijze het opgelost was, maar er lag een oplossing en die is op het allerlaatste moment teruggetrokken tot grote schade van deze mevrouw, die, zoals de minister zegt, een zaak terecht aan de orde stelde waar er grote problemen zijn, waar de kinderen tot nu toe gewoon ontvoerd worden. En degene die het aankaart, die leeft ondergedoken. Ik vraag de Nederlandse regering zich in te zetten dat het voor deze individuele persoon opgelost wordt, zoals commissaris Timmermans ook gezegd had dat hij met klokkenluiders zou omgaan. En dat gewoon samen met commissaris Timmermans aan te pakken voordat de nieuwe commissie aantreedt, hij ook een ander portfolio heeft. Mag ik daarvan uitgaan? De minister. Voorzitter, de heer Omtzigt stelt nu wel een onmogelijke vraag. Het onderwerp is belangrijk. Maar de heer Omtzigt weet ook heel goed dat als er een dispuut is tussen werkgever en werknemer en daar een juridische weg voor openstaat, dat dan niet aan een andere partij is om zich daarin te mengen. Nederland heeft in de tijd dat Nederland voorzitter was een kopie gekregen van de brief die de betreffende persoon had gestuurd aan de voorzitter van het Europees Parlement. Dat is waar. Maar dat doet niets af aan het feit dat Nederland niet de werkgever is of was van deze betreffende mevrouw. En dat suggestie dat wij die mogelijkheid zouden hebben om in zo'n juridische procedure in te grijpen, niemand helpt. Die hebben we namelijk niet. Korte vervolgvraag, de heer Omtzigt. Voorzitter, de klokkenluidersprocedure in de EU is dat je je wendt tot de instituties en dan kun je je wenden tot de voorzitter van de Europese Raad of de voorzitter van het Europese Parlement. Die brief is aan beide gericht geweest, dus de voorzitter van het Europese Parlement en de voorzitter van de Europese Raad. De zaak is uiteindelijk ondanks belofte niet opgelost. Dus dan wens ik mij tot degene aan wie die brief geschreven was. Dus ik verzoek de Nederlandse regering of zij bereid is om in contact te treden met de eerste vicepresident van de Europese Commissie, de heer Timmermans, en samen te kijken hoe dit opgelost kan worden, zoals door beide eigenlijk al had moeten zijn gedaan.
De minister. Ja, maar voorzitter, ik vind dit echt voor niemand een verstandige procedure. Als er een dispuut is tussen een werkgever en een werknemer, dan moet dat opgelost worden. Maar dan is het voor niemand behulpzaam om daar een derde, die inderdaad een brief, een afschrift van een brief heeft ontvangen, maar geen juridische rol heeft, daarin te gaan schuiven. Dat wekt een indruk die niet waargemaakt kan worden. Er is een gang naar de rechter mogelijk, of mensen dat wel of niet willen doen, laat ik aan iedereen zelf over, maar het helpt niemand om te suggereren dat de Nederlandse overheid daar een rol in heeft, want die is er niet. En dat doet niet af aan het belang van de zaak zelf. Dat is ook de reden dat ik aangeef dat dit probleem ook in Nederland speelt. En de Nederlandse regering, in dit geval dan de verantwoordelijke collega, dat ook zeer serieus. De positie van de klokkenluider, ja, daar verval ik in herhalingen. Het feit dat er een brief is gestuurd doet niet af aan de juridische verhouding tussen werkgever en voormalig werknemer. En